Het is nog niet zo lang geleden dat ik bij een heg stond in het broedseizoen. Die een boer knetterhard had gesloopt met een shovel. Gesnoeid met een shovel, moet ik zeggen. Handhavingsverzoek ingediend. Ik heb toen ook al gezegd dat de kans dat het handhavingsverzoek tot iets zou leiden, ik heel gering inschatte. Volgens mij is nog niks gebeurd. En dat blijkt ook wel, want diezelfde boer, ik kan het bijna zweren, ik zit nu ongeveer een half kilometer van de vorige locatie, heeft nu in de herfst, of eigenlijk zomer, ook ingegrepen. En nu heeft hij zelfs de botheid gehad om een dassenburg te vernielen, om een heel bos om te douwen, zelfs in een A-watergang. En hij is zelfs tot aan de Duitse grens bezig geweest om bomen op Duits grondgebied met behulp van de shovel erin te rijden, met zo'n diameter. En nog niet handhaven. Wedden, we gaan nu natuurlijk weer aangifte doen. En het gaat dus van kwaad tot erger. Nog even en hij staat tegen een natuurreservaat aan te duwen met zijn shovels, joh.